Yo, Nintendo fans! Gelukkig nieuw baard! Ik weet het, dit is zo'n andere Rikachu die je ziet op je beeldscherm. Qua uiterlijk, qua innerlijk zijn we nog precies hetzelfde. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar ik had gewoon zin om mijn baard te scheren. En als ik ergens zin in heb, dan doe ik dat gewoon. We zijn weer helemaal terug in die 2017 vibes toen ik de allereerste Nintendo Switch game speelde. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Maar genoeg over de baard, want het is nu 2022. En in deze video ga ik vooruitkijken naar wat we allemaal hopelijk kunnen gaan verwachten in 2020 voor de Nintendo Switch. Laat vooral in de reacties weten naar welke game jij het meest uitkijkt of het meest ophoopt. Doe je duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo Switch. Switch-video's en zet het belletje aan, want dan krijg je standaard meldingen. Goed, we zijn dus qua look een beetje terug in 2017, toen ik The Legend of Zelda Breath of the Wild speelde op dit kanaal. En laten we eerlijk zijn, het wordt natuurlijk nu wel tijd dat in Legend of Zelda Breath of the Wild deel 2 dit jaar uit gaat komen. Het is alweer een tijdje geleden dat we iets van deze game gehoord hebben, dus ik ga ervan uit dat we er snel meer van horen. En deze zou toch wel dit jaar uit moeten komen. Ik bedoel, het is dezelfde engine, het is grotendeels dezelfde wereld, denk ik. Het zou heel goed kunnen dat ze een wereld onder de map bouwen, of boven de map, of allebei, of dat ze de map gewoon een andere look geven. Maar ik verwacht niet dat we opeens in een hele andere wereld of een andere planeet zitten ofzo, want in de trailers kon je ook al zien dat het om hetzelfde Hyrule ging uit Zelda Breath of the Wild. Misschien er wel een aantal jaartjes later, maar toch. Trouwens, ik denk niet dat deze game The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 gaat heten, maar dat die natuurlijk wel gewoon een eigen naam gaat krijgen. En ik ben heel benieuwd wat voor nieuwe dingen ze gaan toevoegen. Ik hoop zelf dat de oude dungeons, de oude kerkers weer een beetje terugkomen, dat we weer meer items kunnen vinden in die dungeons die we dan ook echt nodig hebben. Breath of the Wild is natuurlijk een open wereld game, maar ik ben dan toch iets meer van het lineaire gestructureerde klassieke Zelda verhaal. Ik verwacht het niet, maar ik hoop dat ze het beste van twee werelden met elkaar gaan combineren. De eerste echte grote klapper die we gaan zien voor de Nintendo Switch is natuurlijk Pokémon Legends Arceus. Deze game komt uit op 28 januari en om eerlijk te zijn weet ik nog steeds niet helemaal wat we van deze game moeten gaan verwachten. In ieder geval vindt het plaats in een lang verloren Sinnoh van vroeger. En de bedoeling is dat je de regio's allereerste Pokédex gaat samenstellen en vullen. Verschillende Pokémon hebben een nieuwe vorm gekregen en deze heten de Hisuian Forms. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zo heb je bijvoorbeeld de gloednieuwe vorm van Voltorb en van Zorua. Growlithe ziet er heel grappig uit. En Hisuian Bravery is super vet. Sommige Pokémon hebben zelfs een gloednieuwe evolutie gekregen. Zo kan mijn favoriete Pokémon Scyther nu evolueren in Kleavor. En Kleavor is een insecten- en steentype Pokémon. De starter Pokémon zijn gemixt door elke generatie, want nu kan je kiezen voor Rowlet, Cyndaquil of Oshawott. Voor mij wordt het sowieso Rowlet. Ik hoef er niet eens over na te denken. Goed, het verhaal gaat waarschijnlijk niet zo zijn dat je gyms moet verslaan om badges te verdienen en de beste Pokémon kampioen te worden. Het verhaal wordt anders en de gameplay wordt zeker ook anders. Dus ik kijk er naar uit, maar ik weet nog niet helemaal wat ik ervan moet verwachten. Een ander zekerheidje voor 2022 is natuurlijk Splatoon 3. En ik vind Splatoon een van de leukste franchises van de afgelopen jaren. Splatoon 1 was letterlijk een van de weinige echt toffe Wii U games, denk ik. Oké, ik moet niet liegen, er waren er meer. Maar Splatoon was de enige nieuwe franchise dan. Misschien mag ik dat wel zeggen. Jullie weten waarschijnlijk hoe Splatoon werkt. Het is een third-person shooter met inkt. Je strijdt altijd in teams tegen elkaar. En in de ene game mode moet je bijvoorbeeld zoveel mogelijk van de map kleuren in jouw eigen teams inkt. En zo heb je nog veel meer andere leuke game modes. De kritiek op Splatoon 2 was dat het best wel veel leek op Splatoon 1. Want wat was er nou echt veranderd? En datzelfde gevoel heb ik nu met Splatoon 3. Sommige mensen zeggen dat het misschien wat te snel is om een nieuwe Splatoon uit te brengen. Want wie zegt dat het niet weer gewoon hetzelfde wordt als Splatoon 2? Anyway, ik heb er weer heel veel zin in, want het is gewoon dikke multiplayer fun met de community. En we gaan deze game sowieso kapot spelen. De volgende game komt in de lente van 2022 naar de Switch. En dat is Kirby and the Forgotten Land.
Toen ik afgelopen september de trailer van deze Kirby game zag, was ik helemaal weggeblazen. Wat een mooie kleurtjes, wat veel vrolijkheid. Wat wordt dit een leuke Kirby game? Deze trailer liet me zelfs denken aan Super Mario Odyssey. Wordt dit niet gewoon een Kirby game? Die voelt als Super Mario. Je ziet dat Kirby aanspoelt op het strand, vervolgens loopt hij het bos in en zo zal hij allerlei werelden moeten gaan verkennen. Hij komt terecht in een winkelcentrum, in een pretpark en op nog veel meer vette plekken. De afgelopen Kirby games vond ik allemaal vrij matig, omdat ze heel erg makkelijk en lineair waren. En ik ben heel erg benieuwd hoe deze 3D Kirby game het ervan af gaat brengen. Ik wil deze in ieder geval keihard spelen. Ik ben hier hyped voor. Ik voel deze wel. En de volgende game is een samenwerking van Ubisoft met Nintendo. En dan heb ik het natuurlijk over Mario plus Rabbids 2, Sparks of Hope. Ik vond Rabbit Peach echt een van de leukste nieuwe game-karakters van de afgelopen jaren. Man, wat ben ik stuk gegaan om haar. En in Mario plus Rabbids 2 is de toevoeging van een gloednieuw karakter... Rabbit Rosalina. Ik ben heel erg benieuwd welke van de twee prinsessen ik toffer ga vinden. Wat direct opvalt aan de trailer is dat de gameplay is veranderd. In Mario plus Rabbids 1 moest je namelijk altijd een bepaald vakje kiezen om in te staan. En in Mario plus Rabbids 2 heb je een soort van cirkel waarin je vrij kan lopen om te schuilen achter objecten. Ik denk dat dit de gameplay iets dynamischer maakt en iets meer Mario-achtig gaat voelen dan Mario plus Rabbids 1. En dat is denk ik een heel positief ding, want dat voelt dan ook weer vernieuwend aan deel 2. Mario plus Rabbids 1 staat denk ik nog steeds in mijn top 10 van mijn favoriete Switch games, dus ik kan niet wachten op deel 2. En naar de volgende game ben ik eigenlijk toch ook stiekem wel heel benieuwd. Jullie weten waarschijnlijk allemaal dat ik Sonic games over het algemeen niet heel erg leuk vind. Maar nu is er Sonic Frontiers. We weten nog heel weinig over deze Sonic, maar als ik naar de trailer kijk, dan krijg ik heel stiekem een Zelda Breath of the Wild gevoel. Deze Sonic game schijnt namelijk net als Breath of the Wild open wereld te worden. En als je zo naar de wereld kijkt, dan snap ik dat wel. Het ziet er eigenlijk best wel heel erg vet uit. Sonic Frontiers had volgens geruchten alleen in 2021 moeten uitkomen. En vanwege de kwaliteit die ze nog niet goed genoeg vonden, is die uitgesteld. En meestal belooft dat dan weer niet al te veel goeds. Sonic Frontiers komt niet alleen uit op de Nintendo Switch, maar ook op de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One en noem het allemaal maar op. Tja, gaan we het dan misschien toch beleven dat ik een Sonic game leuk ga vinden? Hebben jullie Metroid Dread gespeeld? Dat was best een vette game, hè? Ik had voor mezelf een lijstje gemaakt van de tofste games voor mij die in 2021 zijn uitgekomen. En Metroid Dread stond daarin. Maar ik wil heel graag een nieuwe 3D Metroid. Ik weet niet of dit in 2022 uit gaat komen. Dit is meer iets wat ik zelf hoop. Maar er wordt voor Nintendo al heel lang gewerkt aan Metroid Prime 4. De ene studio heeft hem van de andere studio overgenomen omdat Nintendo niet tevreden was over de eerste studio. Dus ik denk dat Metroid Prime 4... eigenlijk nog wat langer gaat duren. Dat die pas in 2023 of misschien zelfs wel 2024 pas uit gaat komen. Maar er zijn wel hele sterke geruchten dat er een Metroid Prime trilogie in de maak is. Althans, een remake daarvan, want die games zijn al uit. Er zijn 3 Metroid games uitgekomen voor de GameCube. En die vond ik zo vet. Nou zou het kunnen dat ze die 3 in een trilogie gaan uitbrengen, maar logischer is het als ze misschien Metroid Prime 1 los uitbrengen en daarna misschien 2 en 3 ooit ook nog een keer. Nou, ik hoop in ieder geval dat we in 2022 één van deze 4 Metroid games gaan zien voor de Nintendo Switch. Laten we het hopen. Dan een game die ook al heel lang geleden is geteased, Bayonetta 3. Ik kan zelf eigenlijk niet echt een hele goede mening geven over de Bayonetta games. Ik heb ooit Bayonetta 1 geprobeerd, maar ik zelf vond die niet zo heel leuk. Het gaat in ieder geval heel snel. De combat is heel snel. Het zijn wel hele toffe personages die in de game zitten. Maar Bayonetta voelt niet als een game voor mij. Ik vond Astral Chain, wat van dezelfde studio is, wel heel vet. Dus misschien dat mijn smaak aan het veranderen is, omdat ik Bayonetta 3 wel heel vet ga vinden. Het zijn wat meer volwassen games. En hoewel ik zelf ook al
volwassen schijnt te zijn, neig ik toch meer naar de Zelda, Mario en Pokémon games. Dat vind ik persoonlijk leuker. En nu we het over Pokémon hebben, veel mensen denken dat Pokémon Legends Arceus de Pokémon game van 2022 gaat worden. Ik denk stiekem dat er nog een generatie 9 Pokémon game uit gaat komen in november. Want het is zo dat de Pokémon Company elke 3 jaar een nieuwe Pokémon game uitbrengt. Dat heeft te maken met de anime serie, met de Pokémon kaarten, dus de games die moeten ook gewoon doorgaan. Dus ik denk dat we in januari Pokémon Legends Arceus gaan krijgen en in november een 9e generatie Pokémon game. Ha, en daar zit ik natuurlijk weer echt op te wachten. Een vervolg, nou ja, een volgende generatie van Pokémon Sword and Shield bijvoorbeeld. En dan hopelijk gewoon echt open wereld. Hoe vet zou dat zijn? Als de hele game gewoon een soort van Wild Area zou zijn? Oh wacht, maar dat is wat Pokémon Legends of Arceus ook is. Nou, misschien gaan ze dat dan toch niet doen voor de mainstream Pokémon game. Anyway, Pokémon generatie 9 moet er wel aankomen. En dan de laatste game die wel moet verschijnen in 2022. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Ik ben dol op Lego games. Ik heb er best wel veel uitgespeeld. En af en toe moet je gewoon even een Lego game gaan spelen. Lego Star Wars The Skywalker Saga vertelt het verhaal van alle 9 Star Wars films. En ik ben een gigantische fan van Star Wars. Dus ik kan hier niet op wachten. De Lego games zitten vol met humor. De gameplay is vaak niet te moeilijk. Je mag oneindig doodgaan. Het is super casual, maar ontzettend leuk om te spelen. Ik vind de Lego Marvel Super Heroes game bijvoorbeeld vet. En je hebt er eentje van Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean, Lego Harry Potter en noem maar op. In deze game kan je spelen als Rey en Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, maar ook als Darth Vader. En ja, dat wordt gewoon super tof. Ik heb hier zin in. Ja, dus dit waren de 10 games die ik hoop dat ze in 2022 uitkomen en waar ik dan het meest naar uitkijk. Laat vooral in de reacties weten of ik een game vergeten ben en wat jouw favoriete game dit jaar waarschijnlijk gaat worden. Hogwarts Legacy, komt die eigenlijk uit voor de Nintendo Switch? Anders staat die gewoon op nummer 1. Anyway, knal die duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan, want dan krijg je iedere dag meldingen als ik een nieuwe video upload. Bedankt voor het kijken en ik zie je bij de volgende. Mazzel!